Een hele goede morgen allemaal. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag zaterdag en vandaag ga ik dus weer voor jullie vloggings. Wat ik vandaag dus allemaal ga doen is ik ga zo meteen eerst werken. Ik werk van 11:30 tot 3. Dan daarna race ik naar huis. Ga ik de hele benedenverdieping opruimen, want vanavond vier ik mijn verjaardag voor Friends. Super zin in. En gisteren was ook heel gezellig bowlen. Echt, ik kan het ook gewoon echt niet. Dus dat eigenlijk een beetje, ja, kan het gewoon niet. Wie kan er nog meer niet bowlen? Like, zonder die hekjes was ik nergens. Dus ik ga me nu klaarmaken. Ik heb me klaargemaakt hoor. Ik ben bijna klaar. Oeh. Het ging gisteren zo hard regenen, guys. I can't handle. Oeh. Even kleding aan de kant schuiven. Dit is wat ik aan heb. Deze trui van de H&M. En daar staat love me, see I love me. Oké, boeien. Broek, H&M, trui H&M, schoenen, fans. En dan ga ik mijn mobiel meenemen, koptelefoon mee. En Jan met die braan. Ga aan, gas op die lolly, laat me gaan, gaan, gaan. Gas op die lolly, laat me gaan, gaan, gas op die lolly. Zoals jullie kunnen zien ben ik weer thuis. Het is nu 4:05. Ik ben de vlog aan het monteren hier zo. En het is best wel een gezellige vlog geworden. De vorige vlog die jullie maandag hebben kunnen zien. Van mijn birthday. En bowlen. Nou echt, bowlen kan ik weer echt totaal niet. Maar goed, het is wel een hele gezellige vlog. Met veel muziek. Met veel gebrabbel van mij af en toe. En ik laat ook best wel veel dingetjes zien. En ja, ik ga lekker editen. Ik drink trouwens koffie. Jawel, die is Starbucks. Beker. Deze heb ik daar gekocht. Voor ongeveer 10 euro of zo. En ik vind het wel heel fijn. Omdat het gewoon. Ja, het is gewoon een grote beker. Dus daar drink je ook makkelijker heel veel water, liters water in. Dus hey, ik ga verder met editen. Want ik heb de camera nodig om de beelden te importeren. En ik heb ook af en toe wat vintage beelden. Dat vind ik ook wel heel tof. Het ziet er echt heel tof uit. Maar goed, ik brabbel weer te veel. De vlog is af. Ik sta nu in de souterrain en hier ga ik mijn feestje geven vanavond. Mijn ouders zijn net naar de supermarkt geweest en hebben dit soort shit gekocht. Ik ga nu alles opruimen, een beetje stofzuigen, dat soort shit doen. En dat ga ik doen met muziekjes. Dus ik ga lekker opruimen en ik spreek jullie wel als het helemaal af is. We zijn inmiddels helemaal klaar met alles versieren. We hebben een eethoekje met een koelkastje, zeg maar, en allemaal cijfertjes. Ik laat jullie zo even zien hoe het uiteindelijk is geworden. En ja, kijk mee met deze soort van party home slash room slash. Ik laat gewoon een tour zien van wat ik allemaal heb. Dus, let's go. Hier is de trap. Hier komen de gasten vanaf. Dus een soort van, woe, yay, zo van een applausje, zeg maar. Dan kom je hier. Dan zie je hier een lampje. Hier magnetron. Hier het eetgedeelte. En het drinkgedeelte. Ik heb niet zo heel veel alcohol, maar er komen ook niet zo heel veel mensen. En ik weet gewoon van heel veel vrienden van mij dat ze niet drinken. Dus dat. Dus ik heb wel gewoon cola shit. Cijfer 22. Nou, hier dan nog een lampje. Hier is mijn fototoestel met cactus, wasbak. Nou, hier tafel met dekentjes voor als mensen het koud krijgen. Nog een lampje hier. Dan is dit de woongedeelte, zeg maar. Met deze hele lekkere bank. Mijn laptop. En hier ging ik dus net muziekjes opzetten. En nu was deze. Hey! Hey, hey, hey! En dan heb ik hier achter nog een hele coole discolamp, stoeltje. En dit was het! Oké, en dan ga ik me nu klaarmaken voor vanavond.
Ik ga douchen. We gaan een dutje doen. Of nou, eerst een dutje doen, dan even douchen. En dan eens doen eten. Omkleden. En dan kan het party beginnen. Dus ik denk dat het volgende shot maar OOTD is. Van wat ik aan ga doen op mijn verjaardag. Want I don't know what to wear with my birthday. Ik denk dat het... Ik zit te twijfelen tussen die outfit die ik toen bij het eten aan had. Of een andere outfit. Let's go. Oké, inmiddels is het 7:45. Over een kwartiertje gaat iedereen los. Nee, grapje. Maar dit is mijn outfit voor vandaag. Voor mijn verjaardag. Deze trui. Hoodie van de H&M. Heb ik hem zeg maar hier in mijn legerbroek gepropt. Dus het is zeg maar, kijk, ik lijk wel zwanger. En die is ook van H&M en mijn fans. Dus die heb ik dan aan. En ja. Ines gaat naar huis. Chalas. Chalas. Laat je outfit zien. Mooi. Laat je tas zien. Is Gucci. Is Gucci. Yes. Oh, is Guess. Guess what? It's not Gucci. Oké, okay, inmiddels zit ik op de bank. En ik ben nog steeds met Anita. Anita smaai is naar de camera, naar de kijkertjes. Agneta is er ook, dat ben ik. Nee, Diana is net weg. En alleen wij zitten nog gezellig op de bank. Het is nu 11:50. En we zijn very tired. Very moe qua dansen. En alle kleurtjes van de regenboog op mijn gezicht. En het was echt een geslaagd feestje. Ik wil iedereen bedanken die is gekomen. Lois wil ik bedanken natuurlijk. Dag. Diana wil ik bedanken. Sofietje wil ik bedanken. En Ines wil ik bedanken. En ik heb van Sofie heb ik een Tony Chocolonely reep gekregen. Zullen we die eten? Zullen we die eten? Kan dan pakken, hij ligt beneden. Ik ga hem pakken. Want, nee, het is framboos met knettersuiker. Van blij. Framdrietig. Eerste video! Yay! Oh my god! Jamie die roept al, ik denk 3 jaar tegen mij, dat ik moet gaan vloggen. En iedere keer zeg ik, ja is goed, ja is goed, ja is goed. Maar doet het steeds niet. Maar ik vlog nog steeds niet. Maar Lois zit heel vaak in mijn vlogs, dus op zich is dat wel oké, okay, chill. Ik ben ook een YouTuber. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag zondag, the day after my birthday party. Het was super gezellig gisteren. Het is nu 4 uur geloof ik uit mijn hoofd. Ja, het is nu 4:10. Ik werd om, hoe laat ben ik wakker? 12:00 werd ik wakker. En toen heb ik gewoon een beetje de hele dag in bed gelegen, een beetje vlogs gekeken. Ik heb ook echt heel veel last van mijn onderrug. En ook heel erg gesteken in mijn maag. En gewoon koude rillingen, zeg maar. Dus ik ga zo meteen lekker in bad vullen. Lekker in bad. En dan vervolgens lekker chillen. En lekker rustig
chill zondagje doen. Nou, zoals je kan zien is het alweer een paar uur later. Het is buiten al donker. Ik lig in bed. Ik heb vandaag niet zo heel veel gevlogd. Ik heb vooral mijn kamer een beetje verbouwd. Dus ik kan jullie wel even een toertje geven. Kijk, hier is mijn bed. Hey. Daar stond trouwens eerst mijn bed in die hoek. Maar daar staan nu mijn softboxen en mijn logeerbed. Hier is mijn kast met kleding. Alleen, ik moet dus binnenkort even mijn kleding gaan uitzoeken. Want het is best wel veel. Daar begon liggen ook nog twee stapeltjes kleding. Ik weet niet wat ik daarmee moet. Gewoon even uitzoeken en wat ik weg wil doen, wegdoen. En zo. En ik heb voor deze plek gekozen hier, omdat ik dit wel echt een hele leuke plek vind. Kijk. Dus dat, ik wil jullie even sorry zeggen vast. Omdat ik vandaag heel weinig heb gevlogd. Dat komt omdat ik me ook niet echt helemaal top voelde. Ik had buikpijn, rugpijn. Echt, ik was zo moe vandaag. Dus sorry alvast daarvoor. En dan, ik hoop dat deze vlog lekker lang is geworden. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vond je deze vlog nou leuk? Doe die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren hier onder de vlog. En dan zie ik jullie weer terug maandag op mijn YouTube kanaal. Tot maandag, guys. Tjallas.